Yes, en welkom weer bij een nieuwe video in PhantasiaCraft. Yes, ma'am. Oké, en Klugheim is sinds kort vernieuwd. Daarom en Rijk hebben modellen gekregen en ook het ganse gebied is in de modellen gestoken. Dus we gaan ook een beetje rondlopen hier. Mhm. Hier is al één ding. Waar die andere andere is. Ah ja, die bankjes. Als je er nog zit. Oh. Ja, vuilbakken. En de logo's boven de ingang die zijn mooi geworden. Vrijdagavond. Kijk, ze zijn kruis naar de modellen. Hopelijk zijn ze mooier dan die van Greencraft. Maar dat denk ik wel. PhantasiaCraft maakt goede modellen. Tot nu toe. Allee, jongens, vrienden. Blijft ook mensen jammerlijk. Dus wat doen we daarmee? Een front seat. Ja. Nee. Nee, ik vind de trein niet mooier dan die van Greencraft. Ik vind er normaal geen horen niet aan voor. Yes, dit is de carbonrijk. Maar ik vind bij deze vind ik die van Greencraft beter. Is muziek. Ah ja. Rijke muziek. Ik ben met de rijk, ik ben binnen. Hij ziet er veel te veel uit als cartoon. Dus. Bent u bereid dat eigenlijk wil doen? Wat hè? Super rijk. We verkopen maar boemerang. Alleen, dit zijn eigenlijk niet tegenwoordig worden gebouwd. Je hebt die Cobra Speed of 7 die over de kop gaan. Maar dat zijn die van 20 jaar geleden. Dit is zo'n familie eigenlijk. Maar deze squad is toch nog wel redelijk intens van familie eigenlijk. Oei. Ja, de trein komt beter, vind ik heel fijn. Oké, hopelijk is het van daarom. Ah, daar heb ik dat ding. Heb ik al die lantaars. Ja, dat en die lantaars zijn hier wel mooi. Maar die trein, als ik kijk naar die van Chiapas, die is toch wel wat beter. Oeps. Wacht! Ja, we hebben gevallen mensen, geen sorry. Maar nu hebben we de tweede rijtje genaamd, daarom. Ja, we zullen wel warpen. Nee, verkeerd. Voilà. Ik ben eruit gedaan. Ah. Beste gasten. What the fuck? Dat is gewoon die uitleg. Dat is gewoon die uitleg van de rechter. Alleen is dit. Ik weet niet. Ah, ik moet naar beneden lopen. Ik moet naar die noordaf zijn gegaan. Ja, die wachtrij is ingewikkeld. Oké, we zijn bij de trein. Dat is ook een... dat is ook een meevaller, hè. Ja.
vind het wel beter gelukt dan rijk. Het is echt een buigend. Ja, die zegt dat, ja. En de muziek. Yep. Ik hoop dat die muziek gaat uitkomen. Dat was niet het geval in Greencraft, dus ik hoop dat die hier op genoeg gaat. Kan niet. Hij heeft er 5 man. Als je goed kijkt, zie je nog wat andere modellen hier in het gebied. Op die gebouwen. Hier krijgt dat komt langs. Nou, dit maakt de baan zo geweest. Hij is qua rit ook al fantastisch, maar we hebben geen trillancering. Want daar al die rotsen ga helemaal afgewerkt. Deze attractie is echt een highlight. Hè. Ja, de muziek is verlengd dus. Zie daar die windmolens. Nice. Ja, veel is er ook niet veranderd hier in het gebied zelf. Maar ik denk dat we te vroeg aan het einde zijn. Ja, dus. Laten we op stil. Ja, normaal hoort u muziek. Ja, wat hoort het te zijn. Maar ja, dan zullen we waarschijnlijk te laat aankomen. Hallo mensen, dat was het allemaal van. Ja. Hoort die bel ook? Wat? Hoort die aan bel? Een bel. Nee. Ik daar rond die heeft de zilvermijn verwijderd, dat was ook wel een echte klassieke dark ride, maar ja, waar is het beste even. We kregen 2 mooie achtbanen in de plus. Waar is verder hier zie. Hier, de Apex is ook een model hier. Ja, daar zie je dat hier. Die tafeltjes. En hier ook een bord. Check dat dak. Zie dat dak. En die windmolen. Oh ja. Ja, dan was dit Klugheim, mensen. Ja, mooie achtbanen. Mm-hmm. Dus, ja, nu is het wachten op de volgende attractie. Dus het is. Nu is de vraag. Gaan ze eerst We Are 4 and 4's openen, want die zijn al de hele tijd in onderhoud. Of gaan ze eerst bestaande achtbanen zoals Colorado, Black Mamba en modellen steken. Wat kom je dat niet? Oei, allemaal zitbanken. Heb je het ook gezien? En een tent zo. Ja. Wat? Wel eens, ja. Kijk, ik zijn nu bed daarom. Ingen. Hier is ook de single ride gesloten. Tijdens corona natuurlijk. Ik ben hier ergens uitdrukken, maar ik ben over die brug gegaan. Ja, ik zou bij Ingen gewoon daarom. Aan deze brug. De brug dan zie je dan die banken zo, waar je op kunt eten. Oh shit. Zie. Ja, hier is dat. Je kunt hier op zitten, hè. Zo je dit eten. Ja, dat zijn enkel die modellen waarschijnlijk die hier vernieuwd zijn. Oh ja, zie dat hier, Klugheim. Ja, het ziet er goed uit, mensen. Maar goed. Als dat mij ligt, dan mogen ze eerst weer request in het model steken nu. Maar ja, dit was de video weer, mensen. Kom ook kijken naar de vernieuwde attracties in Klugheim. Dan sluit u hier weer af en tot de volgende video in PhantasiaCraft. Ciao. Later!